ze nemen een hond. Zeker tijdens alle lockdowns is het aantal baasjes enorm toegenomen. Maar weten we eigenlijk wel hoe we met die honden om moeten gaan? De allemaal documentairemaker Frans Bromet, Still Going Strong, zoekt het uit in Met Bromet naar hondencursus. Een van de 2 miljoen honden in Nederland is mijn hond Bobby. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Vroeger moesten honden hun baas gehoorzamen. Als je het niet goed onder de duim hebt, krijg je problemen. Maar tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor iets anders. Ja, is dat belangrijk, hè, wie de baas is? Nou, welke kant gaan we op? Begrijpt hij wat je zegt? Nee, eigenlijk niet. Frans, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Ja. Naast jou Suzanne met Sambal. Die heb je hier. Ja, Sambal is bij ons, want die heeft verlaten angst. Dus die moest sowieso mee naar de studio. En we hebben daar ook Cas en Arnoud. Dus jullie zijn hondentrainers. Wij komen straks bij jullie. Maar eerst even Frans. Je begint al, je zegt het gaat niet over mijn hond. Toch heel even over jouw hond. Ja. Want ben jij echt zo'n hondenliefhebber in hart en nieren? Er moet altijd een hond zijn in het leven van Frans. Nou, nee. De hond is toevallig bij ons beland. En, maar toevallig geen kat? Is er nu 13 katten ook. Ook wel, ja. Hij is nu 13 jaar bij ons en het is gewoon huisgenoot. Ik loop elke dag een rondje van 6 kilometer met hem. En daar heb ik ook veel plezier van. Jij zegt gewoon een huisgenoot, want ik zie in jouw serie ook wel langskomen. Het is mijn partner, het is mijn kind, het is mijn allesje. Jij zegt huisgenoot. Is het zo... onderkoeld, jouw hondje? Nou, ik ben misschien een beetje onderkoeld. Het is geen passie of zo. Het programma is in ieder geval heel leuk. Heel even waar dit eerste stukje film op eindigde. Dat was een hond, die ligt daar midden op het pad. Deze vrouw had volgens mij de theorie van, ik geef mijn hond een hoop vrijheid. Ik wil niet per se de baas spelen. Ja. Ik vroeg me af, hoe lang heb jij hier ongeveer gestaan terwijl die hond geen poot verzette? Nou, 10 minuten, kwartier ongeveer. hij ging gewoon liggen, die hond. Hij bleef liggen. Maar zij kon hem ook geen commando geven, want hij kende helemaal geen commando's. Hij kende niet, nou zo goed. Nee, want dat had ze niet geleerd. En wat was de reden om dat niet te leren? Nou, dat hij zijn eigen keuzes moet maken. Zij loopt ook achter hem aan, in plaats van die hond. Hij is de baas eigenlijk. Zij zegt van niet, maar hij is de baas. Zij zegt van niet, maar jij ziet hij is de baas, hij blijft gewoon liggen. Heb jij honden wat anders? Ik heb 2 honden in Teheran, ja. Zijn die ook zo of heb je ze een beetje... Nee, die mogen wel graag andere honden bijten en heel hard wegrennen en problemen maken en op de bank liggen en allemaal dat soort dingen. Op cursus geweest? Nee, ook niet op cursus geweest. En ik vraag me ook wel eens af wie precies de baas is, maar Spits je oren. We gaan even naar Suzanne. Jij bent ook te zien in de serie van Frans. Jij hebt naast jou Sambal. Sambal komt uit Portugal. Was een verlaten hondje. Stond in een leeg huis achtergelaten. Zou eigenlijk sterven. Jij zag hem ergens gemeld staan. En zei, die moet naar mij toe komen. Getraumatiseerd hondje. Ja. En in de serie van Frans kunnen wij zien wat zo'n hondje betekent voor jouw leven. Je kunt niks. Je kunt niet met je vriendinnen afspreken. Je kunt niet even naar de supermarkt. Je kunt niet even bloed prikken bij de huisarts. Want je hond breekt thuis het huis af. Zodra ik bijvoorbeeld naar buiten loop en ik ga buiten de tuin doen, of ik ga naar de achterkant van het huis en ik ga daar de tuin doen en ik maak de tussendeur dicht, dan krijgt hij alles bij elkaar en is hij helemaal over de rooien. Laat staan dat ik 10 minuten naar de supermarkt zou gaan. Dus jij kan geen inkopen doen? Ik kan inkopen doen, maar dat moet ik plannen. Suzanne, hoe hou je dat vol? Nauwelijks. Maar je kiest er natuurlijk helemaal zelf voor. Of denk je eigenlijk, dat had ik toch niet moeten doen in deze rond? Nee, het is niet dat ik er ooit spijt van heb gehad. Maar het was wel een uitdaging. En ik had hem ongezien geadopteerd. Dat is ook iets wat ter discussie staat tegenwoordig. Hè? Ja. Op de site waar hij vandaan komt, via verhuisdieren, is dus nu ook een nieuwe regel dat honden niet meer rechtstreeks uit het buitenland geadopteerd kunnen worden. Dus die komen eerst in Nederland naar het gastgezin. En daar gaan ze acclimatiseren, gaan ze wennen, wordt er bekeken van wat is het voor hond, wat zijn de problemen. En dat was bij Sambal dus niet. Nee, dus die kreeg je eigenlijk gewoon, die had geen idee wat voor hondje je in huis kreeg. Nee, klopt. Ja.
Maar ik begrijp dat het... Hoeveel maanden heeft het geduurd voordat je een beetje mocht aaien en iets van contact had? 1 maand of 8. Ja. 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 Dat is lang, toch? Ja, dat is heel lang. Heb ja. je ergens in die maanden gedacht, nee, sorry? Ik heb niet gedacht van ik doe hem weg of zo. Nee. Maar ik heb wel een zenuwinzinking gehad. Oh, echt? Ja, echt. Het was echt... ik kreeg geen contact met hem. Dat was het probleem. Ja. Hij bleef rondjes lopen. Je had geen oogcontact. Nee. Je kon hem niet aanraken. Je kon hem geen tuigje omdoen. Je kon hem geen halsbanden omdoen. Nee, je moet heel veel geduld hebben voor zo'n hondje. En dat heb ik helemaal niet. Ik ben echt heel ongeduldig. Dus ja. We kunnen er nog één nemen. Ik vind het wel heel... Ja, goed idee. Ja. Ja. Maar jij hebt hem bij, omdat hij dus, nee, dat zagen we net al, verlatingsangst heeft. Ja. Dus er was geen andere optie. Nee. De hond moet mee. Of mee, of ja. babysit. Ja. Heb jij een puppycursus gehad? Ja. Dat wel. Heeft het geholpen? Ja. Nou, nee, het was meer eigenlijk slapstick, de puppycursus. Oh. Als we een oefening moesten doen, dan gingen de camera's aan. En dan zag je Sambal ergens in de verte rennen. En luisteren gewoon maar. En iedereen vond het fantastisch. En ik stond daar zo van, ja. Ja, dit gaat het niet worden. Nee. Frans, zou je kunnen zeggen dat in de wereld van de puppycursussen er 2 stromingen zijn? Ja, voor zover ik tegengekomen ben wel. Ja, en wat is dat? Nou, de ene stroming gaat ervan uit dat... je leiderschap moet tonen als mens ten opzichte van de hond. En dat je dingen moet leren vanuit dat leiderschap. En dat de grootste beloning die je de hond kan geven, het gevoel van die leiderschap is. Ja. En de andere stroming gaat eigenlijk uit van koekjes en snoepjes. Dus je, het woord koekjes begint hier een hond te piepen. Ja. Dus je probeert alle trucjes die je dan wil leren te belonen met een snoepje of een koekje. Oh ja. Heeft een van die methodes jou voor... Ik weet dat jij een niet oordelende documentairemaker bent. Je observeert, maar heb je toch het idee dat de een iets beter werkt dan de ander? Nee. Ja, ze werken allebei wel, maar op een andere manier. Op een andere manier. Ja. We hebben hier 200 trainers aan de zijkant zitten. Arnoud en Cas, beide van een andere stroming. Cas, laten we heel even bij jou beginnen. Want jij bent van de roedeltraditie. De trainer binnen de roedeltraditie. Wat houdt een roedeltraditie in? Eigenlijk de leiderschapsmethode dus. Ja, ja. Dus dat er één de baas is en dat hond dus inderdaad de baas moet volgen. En waarom vind je dat een goed idee? Omdat een hond intrinsiek een roedeldier is. Ja. Die eigenlijk ook in een roedel leiderschap ontvangen van in dit geval de alfa. Oké, dat is gewoon hoe die hoort. Dat is zijn natuur eigenlijk. Laten we jou even in actie bekijken. Is goed. Ze moet luisteren omwille van dat jij wil dat ze luisteren. Zo zit de hond in elkaar. Ze moeten luisteren naar leiderschap. Vraag even om de aandacht door de naam. Ja. De papeste. Vrolijk. Hoppa. Hier. Goed zo. Dat is braaf. Ja, geef hem wel even je zo een tikje in de beloning. Dat ze mij te spannend vindt. Maar het is inderdaad niet beloning. Even met wat aandacht of het schouderklopje. Niet met eten, maar dan gaan we onderhandelen. Ja. Oh. Dit is belonen met leiderschap. Oké. Papa. Goed zo. Ja. Ja, Cas, jij zegt niet onderhandelen en je hebt dus ook die broekjes echt niet. Nee, je mag voelen. Nee, ik loop nooit met... Kijk, het is wel zo dat na einde van een training, ja. dat ik dan uiteindelijk de hond wel iets geef. Maar het is niet zo dat ik het voor elkaar krijg omdat de hond dat voedsel komt halen. Want dan ben ik eerder in een onderhandelende positie. Ja. Anders dan dat het op basis van leiderschap gaat. Dat het dus moet. Ja. Arnoud, wat vind je van die methode? Ja, ik ben het er niet mee eens. Nee. We hebben het over verschillende stromingen, maar ik zie het echt anders. Ik denk wat Cas vertelt is iets wat we deden in de jaren 90. Het is helemaal oldschool. Dus het is echt nog een beetje oldschool leiderschap. Ja. Maar we weten gelukkig heel veel meer over honden in al die tijd. Alles is verbeterd. Leiderschap is die theorie is achterhaald. Wat we nu weten is dat er veel meer oorzaken zijn voor probleemgedrag. Ik luister bijvoorbeeld heel aandachtig naar het verhaal van Suzanne. Ja. En eigenlijk is dat een praktisch voorbeeld ook van waarbij leiderschap juist helemaal geen rol speelt. Maar de band tussen die twee is zo ongelooflijk sterk. Mm-hmm. Omdat Suzanne steun en toeverlaat is voor Sambal. Ja. Maar Sambal kan niet
even alleen gelaten worden. Hè? Nee, maar daar kan je wel aan werken. Maar dat doe je niet met leiderschap. Niet met 90% van de honden die agressie vertonen, reageren vanuit een angstmotivatie. Dus het moment dat je dat met leiderschap gaat behandelen, ja, ik denk dat menigszins mensen denken, ja, dat werkt natuurlijk niet samen. Nee. Laten we even, ja, we moesten iets leuks kiezen natuurlijk. Even kijken naar jouw methode. Ja. Arnoud. Ja. Hoe weet jij nou wat die hond denkt? Ik werk al bijna 38 jaar professioneel met honden. Ik denk dat ik de hondentaal heel goed ken. En ik ga Mirjam hierin coachen en je ziet hoe goed het meteen werkt. En zit je er ook wel eens naast? Nee, ik zit er niet. Ik zit er eigenlijk nooit naast. Ik moet zeggen dat ik tot nu toe veel succes heb. We gaan even om het hoekje kijken. Want die is weer even de wereld aan het ontdekken daar. Nee? Nee. Komt wel goed. Daar is ze niet. Ze zit hier ergens in de bosjes, denk ik. Zit ze waarschijnlijk even op een spoor van een konijntje. Paard en ruiter wat net voorbij is gegaan. Ik denk dat ze hier ergens zit. Ik denk dat ze hier ergens moet zijn. Je moet voor deze methode wel iets meer tijd inplannen. Dan gewoon, ja, dat zeg jij. Ja, en ook rekening houden. Dit gaat dan om een beagletje. Een beagletje is een jagertje. Nou, de opnames zijn gemaakt met Frans in het Amsterdamse bos vlakbij een ruitenpad. Dus daar ging Bailey. Frans ondervraagde mij. Bailey denkt, nou, ik ga even op pad. Ja. Dus die zat op het ruitenpad, ontmoette daar een leuke honden. Dus die moesten we even sporen. Maar dat vind jij ook helemaal geen probleem. Dus helemaal geen probleem. Ik wil nu weg, ik wil gewoon hallo honden. Mijn kinderen rennen ook gewoon een speelgoedwinkel in en een speeltuin. Je kan zeggen, ze moeten bij ons als ouder blijven. Maar je weet hoe kinderen zijn en daar moet je op inspelen. Maar ook in de andere beelden ziet is dat hij gewoon komt als je roept. Ja, je hebt hier eigenlijk wel een mooi punt pak, want je zegt, dit is heel erg jaren 90, hè, zoals jij het doet. Maar misschien voeden wij onze kinderen ook wel helemaal niet meer zo heel erg op zoals in de jaren 90. Nou, misschien wel. Laten we dat ook een beetje lopen. Ja, ik denk dat er ook soms overeenkomsten zijn dat je denkt, hoe zijn we onze kinderen tegenwoordig aan het opvoeden? Ja. Vroeger moest je verstraffen, moest je in de hoek staan van de klas. Tegenwoordig krijg je iets ervoor in de plaats op het moment dat je zegt, ja, je bent geslaagd op school. Wat leuk, hè, daar ben ik trots op je. Ik denk dat het toch wat meer waarde heeft. Dat je ze vrij opvoedt. Heb jij inmiddels toch, je zei net al, geen oordeel, maar is hier in tafel iemand die zegt van, ik heb toch wel een enige voorkeur voor een bepaalde trainingsmethode? Je hebt 200 zijn. Nou, ik doe aan omkopingen. Jij doet aan omkopingen. Ook ja. Frans? Nee, ik geef eigenlijk nooit een kopje als beloning. Nee. Maar niet omdat ik denk dat ik leiderschap moet uitstralen. Nee, want dat doe ik ook niet. Lef die vertelde, zijn lievelingsdier is dus een hond. En die vertelde dat er een liedje is over een echt bestaande hond in Oekraïne. Die heet Patron. En Patron is geridderd door Zelensky. Omdat die hond heel veel explosieven uit de grond haalt. En dus al heel veel soldaten gered heeft. Dus wat dat betreft vind ik het ook altijd mooi om te kijken naar de kwaliteit van honden. Het klinkt wel als een afgericht hond. Dat was zeker een afgericht hond. Maar ik weet niet over welke methode het is gegaan. Nee. Met beloning of via de militaire dictatuur. Dat weten wij niet. Frans heeft een mooie serie gemaakt. Dankjewel. Hij is vanaf woensdagavond te zien om 9:10 bij de NTR op NPO 3.